Journalist Jason Pinas heeft de rechtszaak gewonnen tegen de drie lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk. Het Openbaar Ministerie had 8 maanden voorwaardelijk en 3 jaren proeftijd geëist. Het is 3 maanden en 3 jaren voorwaardelijk geworden. Dat betekent dat ze niet in de bak hoeven. De schadevergoeding van 28.000 SAD is ook toegewezen. Erwin Kanhai, advocaat van de verdachten, zal waarschijnlijk in appel gaan tegen de uitspraak. Pina zegt dat hij vanaf het begin heeft aangegeven dat hij de waarheid spreekt. Hij is blij dat het recht heeft gezegevierd. De rechter is duidelijk geweest in zijn vonnis. Ik heb niet gelogen, ik heb vanaf het begin de waarheid verteld. Ik heb niks gedaan met de vicepresident. Ik had nooit de intentie om in zijn auto te gaan. Ik heb foto's gemaakt vanuit de afstand. Dat is overigens ook gebleken uit de beelden hoor. En de rechter is heel duidelijk daarover geweest in zijn vonnis. Je advocaat was er vandaag niet? Nee, ze is in het buitenland. Maar ze heeft zich wel laten vertegenwoordigen. Ik ben ook blij dat er eindelijk een vonnis, en ik zeg eindelijk omdat er 6 maanden vooraf zijn gegaan met een heleboel twijfels, mensen die niet erbij waren. Met zoveel verhalen komen. Eigenlijk zou je wel denken zou je wel willen zeggen dat de mensen die er niet bij waren, het beter weten dat wij die wel aanwezig waren. Wish Mohani Thomas, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, is tevreden met de uitkomst van deze zaak. Pinas is in december vorig jaar door 3 lijfwachten van de VP mishandeld. Ze hebben hem tegen de grond gegooid, geslagen en zijn telefoon hardhandig afgepakt. In de Nationale Assemblee heeft Brunswijk verklaard dat Pinas tot in zijn auto was gekomen, wat heeft geleid tot het optreden van de lijfwachten. De zaken die zijn geëist is ook toegekend, dus we kunnen zeggen we zijn tevreden. De 3 verdachten, de beveiligingsmannen in deze kwestie zijn veroordeeld. 3 maanden voorwaardelijk en 3 jaar proeftijd, wat eigenlijk betekent dat ze de bak er niet in hoeven, maar ze hebben dan wel een strafvonnis op hun naam. Jij als SVJ, zijn jullie tevreden dat zulke zaken worden afgestraft wanneer mediawerkers eigenlijk worden mishandeld of als er onrecht wordt aangedaan? Ja, zeker wel. Want hiermee wordt tegelijkertijd een duidelijke boodschap naar buiten gebracht en gegeven van hou je hand of met je handen afblijven van journalisten. Ze doen hun werk en tijdens de hele zitting is en de zaak is duidelijk geweest dat de journalist in deze Jason Pinas gewoon daar was om zijn werk te doen en dat er ook een bepaald beeld is geschept alsof hij in de auto van de vicepresident wilde gaan. Dat is helemaal niet eens het geval geweest. De beeld hebben dat aangetoond en we vinden alleen jammer dat hij op een gegeven moment in het kwaad daglicht werd geplaatst alsof hij jokt of en hij aan de verhaal heeft of gepresenteerd. Pina zegt dat het belangrijk is, dat het belangrijkste voor hem is dat zijn naam is gezuiverd. In de rechtszaal is de waarheid verteld. Ik ben niet in de auto van de vicepresident geweest. Ook de verdachten hebben aangegeven dat hun optreden niet juist was. 2 van de lijfwachten hebben zich in de rechtszaal bij mij verontschuldigd. Ik vraag de vicepresident om ook te corrigeren, besluit Pinas.